Hij moet erin rijden, hè? Ja. Oh. Zo, dat is hem. Nou, ik ben benieuwd. Hier. Nee, die ken ik nog niet. Ik weet niet wie het is. Ik heb hem nog nooit gezien. Hoi. Oh, ik zal hem een kaartje geven. Hier. Zo, ik heb een kaartje voor hem. Hallo. Oh. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Hier, ik heb hem zo'n kaartje gegeven. Ik kan niet zelf weten wat hij ermee doet. Ik vind in ieder geval dat niet alle politie is slecht. Maar ze mogen zelf wel een beetje na gaan denken. Vind ik. Want soms ben ik het er niet mee eens, maar ja, het is ook heel moeilijk om het goed te doen in deze wereld. Het is bijna onmogelijk. Maar je moet wel je best blijven doen dat het toch een keertje weer... Hè? Dus kinderen en vrouwen en oude mensen sla je niet. Punt. Klaar. Uit. En je moet eerst uitleggen aan iemand waarom die zijn identiteitsbewijs moet leggen voordat je hem in de boeien slaat en afvoert. Want... Elk mens heeft recht om te weten waarom, wat hij misdaan heeft. En als je niks misdaan hebt, hoef je ook niet je identiteitsbewijs te laten zien. Hey, kijk. Ik hoop maar dat we genoeg rozen bij elkaar hebben. Genoeg rozen. Ja. Dus, en als ze je meenemen naar het politiebureau, je krijgt niet eens meer advocaat. Nee, zeg, je krijgt geen advocaat. Waarom niet? Dat krijg je gewoon niet. Oh, nou, een paar keer om gevraagd. Nee, ik kreeg niet. Hun nummers kreeg ik ook niet, hun namen kreeg ik niet, ik kreeg helemaal niks. Nou ja, maar dan weet je gelijk hoe het functioneert. Het functioneert niet. Volgens mij blijft hij ons achterna rijden. Ja, daar is hij weer. Hallo. Yay! Zo. Nou. Wat? Nee, maar de politie doet niks. Nee, nee, maar hij doet niks. Zo. Hij begeleidt ons. Hij begeleidt ons voor de veiligheid. Waakzaam en dienstbaar. Dienstbaar en waakzaam. Dienstbaar. Vooral dienstbaar. Want, nou laat me zitten. Je kunt beter jezelf gaan bewaken, want anders gaat het ook niet goed. Als je op hun gaat zitten wachten dat het alles goed komt, komt niet goed. Dat komt niet goed. Dan moet je zelf in actie komen. Hè? Dus. Nou. Maar ja, het is raar dat ik het zeg, maar ik heb zelf een hele aardige wijkagent. Dus dat is helemaal niet leuk. Kun je helemaal niet boos worden. Dan zeg je oké. En hij begrijpt ook alles wat je zegt. Dan zegt hij, ja Olaf. Ik zeg, als de agent meegaat, kun je niks meer. Hoi. Jee. Dus. Nou, daar gaat hij weer vandoor, de agent. Hij zegt, de kudde is te groot. Er zijn te veel vrouwen en die gaan allemaal gillen. Daar beginnen we niet aan. Zo. Nou. Nee. Oh. Nou, dit was niks aan de hand hoor. Want, nee, dat weet ik wel, maar... Ik heb hele kuddes tegenover me gehad. Nou, ik heb zelf al gezeten, hoor. Dus ik weet echt wel wat ik heb. Heb je... Oh, kijk. Vrouwen die... Oh, kijk. Zo, hè. Nou, moet ik even met haar gaan praten. Oh. Zo zie je maar weer. Ook vrouwen kunnen de baaien zien. Oh ja hoor. Ja hoor. Hè? Had ze er een bij de ballen gepakt, wou ze niet loslaten. Oh. Ja, je mag een man niet bij de ballen pakken. Nee. Zo. Zo. Kijk. Ja, nog één. Nog één bloem. Hier. Jee. Het werkt wel. Oh, die mensen komen naar buiten. Bloemetjes krijgen we, roosjes van de mensen. Zo. Ja, nou. Als ze de rozen aanpakken, vind ik al heel wat. Wat? Hey jongen, goedenavond. Nee. Kijk. Als wij niet door de straten lopen, gebeurt er niks in Zutphen. Helemaal niks. Beetje mediteren aan de waterkant. Schiet ook niet op. Zo. Kijk, nou begint het toch wel sfeer te krijgen. Nou begint het sfeer te krijgen. En we komen straks langs een huis, daar woont een hele rare man. Dan noemen ze de vlaggenzwaaier van Zutphen.
Als je die man een vlag in de handen geeft, loopt hij ermee te zwaaien, te zwaaien, te zwaaien, te zwaaien, te zwaaien, zo. Vroeger liep hij altijd voorop. Als je de slagveld ging, liep hij voorop. Is dat zo? Dan mocht je op hem als eerste schieten en dan wist je waar de vijand was. Zo ging dat vroeger. Nou, jee! Nou, ik vind het wel heel leuk dat er heel veel kinderen zijn, want kinderen maken het weer extra, extra leuk. En ja, ik mis alleen de Hells Angels. Die mis ik nog een beetje. Maar ja, die komen vanzelf wel een keer weer. Jee! Wat? Jee! Tegen de mondkapjes zijn we. Nog laatste roos. Zo, weg met de mondkapjes. Boe. Hè? Muilkorf is het gewoon. Gewoon een muilkorf. Daar trappen we niet meer in. Nee, ik ben er nooit in getrapt trouwens. Vanaf dag 1 zei ik al, dat doe ik dus niet. Dus, oh. Oh, daar heb je hem alweer. Oh. Nou. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat vertellen is. Zo. Ja. Even kijken. Ja, oké. Okay. Zo. Ze lopen nog goed. Ja. Peter, wil jij ze eventjes daarvoor opvangen, ja, dat ze in ieder geval recht doorgaan? Ja, oké. Okay. Ja, zo. Oké. Okay. Nou, ik loop ook even door, want oh, die filmpjes met die agenten moeten erbij blijven. Ah, ik loop door. Ik heb het al gezien. Moet er. Ja. Ik ben benieuwd. We mochten wel lopen, had ik gehoord. Maar hij moet het even controleren. Oh. Nou. Ik ga er weer vandoor. Doei. Blijf jij bij je mannetje? Of, Ja. Zo. Nou, dit gaat nog wel even duren misschien. Nou. Dit is vervelend. Oké. Okay. Helder. Nou. Kom op. We hebben niet over de tijd. Nou. Duurt. De groetjes van Ruud. Oh, ja, nou. Ze lopen daar in de Zuid-Venen. Zuid-Venen, precies. We zijn nou. Voordat het 10 uur is, stoppen we ermee, toch? Dus niks aan de hand. Nou. Oké. Okay. Even moeilijk doen, maar dan mag je toch wel weer lopen. Ja, ik moet het wel gaan houden, want ik ga er niet vanuit dat ik het nou. Oh. Ja, jij maakt. Oh, nou. Zo. Zo. Oh. Ja, ze protesteren ons ook. Ik weet niet waarover. Ja. Tegen de mondkapjes. Oh, tegen, de tegen de mondkapjes. Ja, oh, dit gaat filmen. Wat leuk. Ja. Oh, dat is geen hondje, dat is een vogeltje. Dat is een rare vogel. Ha. Zo. Fijne dag. Ja, doei. Zo. Tegen de mondkapjes, dat werkt altijd. Het is meer muilkorf. Jee! Nou. Maar de stemming zit er goed in. Zo. Haha, mooi man. Wat? Oh, hoi. Tegen de mondkapjes, tegen meneer Rutte. Och, daar heb je hem wel ook weer. Irritant vind je. Zo. Zo. Weg met meneer Rutte, stop de mondkapjes! Hé? Ja! Boe! Boe! Kijk, hierbovenop hebben ze ook allemaal die kraaienkapjes gedaan. Maar gelukkig trekken de kraaien ze er alweer af. Maar, ja. Toch gehoord, oh die balletjes, Zutphen. Miljoenen balletjes doen, Zutphen. Word je gek van? Overal. Dat is van het isolatiemateriaal. Dat ze daar niks aan doen, hè? Dat is de grootste ecologische milieuramp die er ooit is gebeurd. Dat kan ik je wel vertellen. Oh. Zo. Ja, tegen de mondkapjes, tegen die rare Hugo de Jong met zijn vaccinatiebeleid. Boe, boe. Oh. Yes. Kom maar, meneer Rutte, geen moeder meer hebt. Dan denkt hij, nou, dan mag je ook geen moeder meer. Spuit ik er gewoon op naar de andere kant. Dankjewel. Zo. Zo, kijk, leuk hè, lopen met de groep, nou ja, groep, ja, kudde, verwarde mensen, zo, jee, zie je dat, iedereen zit te zwaaien, dat had ik niet verwacht, geen eieren, geen tomaten, nee, zwaaien, leuk hè, zo,
Kijk, iedereen zwaait. Jee! Jee! Vrijheid! Liefde! En rechtvaardigheid! He, weg met meneer Rutte en Hugo de Jong! Steek de vaccinatieprogramma in je eigen... Vreemde vogel. Vreemde vogel, vrije vogel. Is niet bang voor de boze wolf. Jee! Dus... He? Dus... Het is nog erger dan een wolf. Hey. Worden er wel steeds meer, hè? Ja, ja. Worden er steeds meer. De plaats duizenden marcheren door Zutphen. Ja, dan roepen ze met z'n allen rechtvaardigheid voor iedereen. Ook voor de dieren, want de dieren worden in hokjes opgesloten. Worden verplicht gevaccineerd, terwijl we... En dan krijgen ze dus allemaal, wat erg, hè? Moet je maar eens kijken hoe dat met de dieren gaat. Wist je dat een koe kunstmatig drachtig wordt gehouden? Dan blijft ze melk geven. Krijgt ze ook een spuitje. En het kalfje mag helemaal geen melk meer drinken. Nou, dat kan toch niet. Dus, stoppen. Vleesindustrie. Zo. Ik ben even afgedwaald. Maar ik sta hier dus voor de dieren. Hè? Dat snap je natuurlijk wel. Zo. Laat je stem horen. Geef jezelf een stem. Want je hebt stemrecht. En als je je stem niet gebruikt, ja, dan heb je geen stem. Maar ik mag ook. Oh. Oh. Hey, die twee ken ik nog niet. Hey. Kinderen met een telefoontje. Wat? Prepsenkamp, ja. Zo. De jeugd, de hangjongeren komen naar buiten. Jee! Vrijheid! Jee! Zo, ze willen niet gefilmd worden. In Nederland is het zo, als de Gestapo ziet dat je zwaait naar wappies, nou dan gaan ze je hinderlijke, worden ze heel hinderlijk. Ja. Dat heet preventief storen, gaan ze dan. Preventief. Voordat je iets kan doen, gaan ze je al lastigvallen. In Nederland. Ik had een vriend, een keer, die kreeg helemaal geen uitkering. Jaren leefde hij in de bosjes. En toen kwamen toen kwam gemeente Deventer. Gemeente Deventer kwam hem toen redden. Omdat gemeente Zutphen met z'n allen in vereniging tegen hem aan het werk waren, terwijl hij gewoon rechten had. Maar die kreeg hij niet. Gemeen, hè? Boe met Zutphen. Ik weet echt heel veel over Zutphen. Maar ik kan niet alles vertellen. Dus, er zijn ook geheimen. Wist je dat Zutphen ook geheimtjes hebt? Die weet ik ook. Vroeger zei mijn baas tegen mij altijd, ik vroeg, waarom pakken ze mij niet op? Toen zegt hij, je weet te veel. Ik zeg, oh, is goed om te weten. Ha, maar laat me zitten. Doei.